Yo, hallo allemaal. Nog steeds vanuit Amsterdam. Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Klokhuis Masterclass. Iedere dag om 3:30 leren we hier weer iets nieuws. Gaan we met z'n allen bakken, knutselen, tekenen, gamen. En vandaag gaan we echt even iets heel anders doen. We gaan namelijk een mini huis bouwen. Of nou ja, een heel huis is misschien een beetje ambitieus. Dus daarom beginnen we gewoon iets kleiner. We gaan namelijk een mini kamer inrichten. Zeg maar zo eentje waar muizen kunnen leven. En dat gaan we leren van Carina Schaapman. Zij ontwerpt echt de tofste muizenhuizen. En die richt ze dan ook nog eens in. En dat doet ze allemaal op een milieuvriendelijke manier. Want haar mini meubels worden gemaakt van spullen die je anders weg zou gooien. Dus dan moet je denken aan doppen of lege lucifer doosjes. Dat soort dingen. Maar goed, net als een echt huis zal ook dit mini huisje niet 1, 2, 3 af zijn. Dus raak niet gefrustreerd als je vandaag, als je hem vandaag niet afkrijgt. Dat geeft helemaal niks, is ook heel normaal. Misschien ga je vandaag wel gewoon alleen het kamertje ontwerpen. En ga je morgen pas verder met inrichten. Dat kan gewoon, misschien loop je wel straks vast en denk je, shit, ik weet het niet meer. Ik loop vast, ik kan niet meer. Nou, dan ga je morgen gewoon verder. En misschien heb je morgen wel ineens een dikke brainwave en denk je, ja, vet leuk, dat ga ik doen. Nou, dus dan pak je het gewoon morgen er weer bij. Want ja, het enige voordeel van deze hele gekke situatie is dat we toch allemaal thuis zitten. En heel veel tijd hebben voor bijvoorbeeld dit soort dingen. Dus maak het gewoon een knutselproject van een aantal dagen. Je kunt er gewoon lekker iedere dag een beetje iets aan doen. Nou, Carina gaat dadelijk stap voor stap uitleggen hoe je dus die kamer maakt. En hoe je hem inricht en versiert. Maar onthoud dat dat echt een bedoeld is als inspiratie. Zie het niet als iets wat vaststaat en wat je precies zo moet doen. Wees vooral creatief, dus ga gewoon op zoek naar spullen die jij in huis hebt liggen. Ga niet speciaal dingen ervoor kopen. Laat gewoon dat creatieve brein even lekker aan de slag gaan. En en als het videootje dadelijk te snel gaat, dan kun je hem gewoon op pauze zetten en je kunt hem ook terugspoelen. En voor nu, ik ben straks weer even terug bij jullie. En voor nu, heel veel kijkplezier! Hoi, ik ben Carina. Ik laat jullie een aantal basistechnieken zien hoe je een leuk minikamertje kan maken. Ik doe dat altijd in een kartonnen doos. Ik gebruik gekleurd karton, cadeaupapier, ijskoststokjes, oude lapjes stof, wat lintjes om het gezellig te maken, lijm, een verf en wat je nog meer nodig hebt is een tang, scheurpapier, wat penselen en een schaar. Het eerste wat ik doe is de zijflappen van de dozen afknippen. Nou, die flappen heb je niet meer nodig, kan je wel voor iets anders gebruiken. Dit is de basis voor je kamertje en we gaan hem nu gezellig maken. Dan heb je een leuk cadeaupapiertje en dat knip ik dan op maat voor in de doos. De strook papier die plak ik vervolgens in de doos en zoals je ziet is er dan nog een stukje te veel. En dat knip ik af. En nu gaan we vastlijmen. Waar je op moet letten is dat je goed aan de zijkanten van het papier je lijm aanbrengt. Want anders gaat het straks omkrullen en dat is niet mooi. Dan plak je die strook papier zo netjes in de doos. Dan moet je het even goed aandrukken. Dat die mooi in de hoekjes vastzit en aan de zijkanten. En nu zie je dat ik hem niet helemaal heb geplakt. En dat komt omdat ik hier nog een strook karton ga doen. Ik vind het altijd erg leuk om de muren in tweeën te delen. En die onderkant, dat maak ik van gekleurd karton en dat noem je een lambrisering. En daarmee breng je iets meer sfeer in je kamertje. Voor de lambrisering gebruik ik gekleurd karton. Daar knip ik een strook van af. En die plak ik dan ook weer in het kamertje. Nou, ook deze rand, die doe ik weer helemaal vol lijm. Plak je hem in de doos. Nou, hier heb je dan de lambrisering. Maar ik vind het nu nog een beetje kaal. Dus wat ik ga doen, ga hier een mooi lintje op plakken. Ook op dit lintje ga ik lijm doen. Gewoon netjes op de rand. Zo, nu ga ik het daarin plakken. Precies op het randje van de lambrisering. Je zal merken dat er soms wat vlekjes op het papier komen. Dat is helemaal niet erg. Die vlekjes die drogen wel weer op. Nou, en dan ziet het er zo uit. Je kunt van karton een tegeltjesvloer maken. Ik gebruik daar twee kleuren voor, grijs en wit. En daar knip je dus vierkantjes van. En die kan je op de vloer leggen.
heb je twee kleuren. Die leg je in het huisje en daar kan je een hele leuke tegelvloer mee maken. Maar wat ook kan, is een lapje stof erin leggen. Dan heb je eigenlijk al een heel leuk tapijtje. Maar ik maak vandaag een houten vloertje van ijskoustokjes. En zoals je ziet, hebben ze een rond uiteinde. En die gaan we er eerst afknippen om de plankjes voor de vloer te maken. Als je de ronde uiteinde eraf hebt, dan knip je hem doormidden. Niet allemaal, want voor het vloertje heb je namelijk hele en halve plankjes nodig. Ik begin met een hele. Dan leg ik daarbij een halve. En dan heb je dus het begin van je vloertje. Dan begin ik bij de volgende rij met een half plankje. En dan weer een heel plankje. En dat herhaal ik tot het hele vloertje vol is. En de plankjes, die lijm je vast met houtlijm. Nu is je vloertje klaar. En wat heel erg leuk is, is om hem wat donkerder te maken. En dat doe je gewoon met bruine verf. En dan begin je te schilderen. Dan is het misschien een beetje te licht. Dan doe je er gewoon een laagje overheen. En hoe meer laagjes, hoe donkerder die wordt. Ik vind dat mooier als je het vloertje wat ouder maakt en de muren een beetje viezig. Dan is het net of er echt geleefd wordt. Daarvoor pakken we een schuurpapiertje. En dan gaan we het vloertje opschuren. Zo, nu heb je een heel mooi oud vloertje. Nu gaan we de muren oud maken. Ik gebruik dezelfde verf als ik voor de vloer heb gebruikt, alleen ik gebruik nu heel veel water erbij. Wat ik eerst doe, is dat ik in de hoeken van de kamer doe ik een donkere lijn. En dan in het plafond. Helemaal niet erg als zo'n druppeltje valt of dat je weer een vlek maakt. Want hoe viezer eigenlijk, hoe mooier, zeg ik altijd maar. Want dat maakt dat het huis echt gaat leven. Dat je echt een kamertje krijgt die gebruikt is. Nu is je kamertje helemaal klaar. Ik heb er een lampje in gehangen en dan kan je het in gaan richten. Een bedje kan je natuurlijk ook weer oud maken met scheurpapier of met bruine verf. Een tafeltje erin. Een leuk bureautje van luciferdoosjes gemaakt. Een champagne dopje kan als krukje dienen. En een prullenbakje erbij. En dan heb je eigenlijk een heel gezellig kamertje. Ik hoop dat jullie veel plezier gaan beleven aan het knutselen. En veel succes ermee. Oh jongens, zijn jullie al helemaal geïnspireerd geraakt? Ik wel. Ga jij voor een mini slaapkamertje of ga je toch voor een muizenkeukentje? Dat kan allemaal. Het beste kun je dadelijk gewoon eventjes door de oud papierbak heen graaien om spullen te verzamelen. Even alle laadjes opentrekken in huis, alle rommellaadjes. Misschien liggen daar nog wel satéprikkers, luciferstokjes, doppen. Kleine kartonnen doosjes. Wees creatief nogmaals. Gebruik gewoon alles wat je tegenkomt. Ik ben gewoon super benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Dus laat ons vooral even zien hoe het is geworden. Je kunt een foto maken van je mini-huis en die kun je uploaden op hetklokhuis.nl. Oh ja, en dan nog iets. Carina maakt dus ook mini-achtbanen en mini-taartjes. Dus blijf nog heel veel hangen en dan kun je nog even meekijken naar een stukje uit de aflevering Carina maakt. En daar gaat Pascal bij Carina op bezoek in haar studio. Dit is de wereld van de muizen Sam en Julia, ook wel bekend als het muizenhuis. Het zou kunnen dat je de boeken kent. En echt alles wat je hier binnen ziet is met de hand gemaakt. Dus de kraampjes, deze trappetjes, die stoeltjes, de snoepjes en natuurlijk de muizen zelf. Maar hoe bedenk je nou zoiets? Hoe maak je een muizenhuis? Dat ga ik vragen aan de enige echte bedenkster en maakster van het muizenhuis, Carina Schaapman. Carina, hey. Dit is het muizenhuis. Ja, het muizenhuis. En hoe groot is het dan? Nou, dit is een deel van het muizenhuis. Er staat ook nog een muizenhuis in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Daar zie je daar een foto van. Op ware grootte? Ja, dat is 3 meter hoog. Het is eigenlijk een hele wereld. En hoe maak je nou zoiets? Nou, alles wat je hier ziet is gemaakt van kartonnen dozen. Echt? Ja. Alles? Ja, ik zal je laten zien. Kijk, dit is zo'n doos, een fruitdoos. Die ken ik al. En dit gedeelte, dat is zo'n doos. Ja, maar het ziet er wel heel anders uit. Ja, dat is waar. Ik bouw het helemaal vol hè, met ijskoststokjes en papier-maché. Maar als je het leuk vindt, zal ik de achterkant laten zien. Dan zie je helemaal hoe zo'n muishuis gebouwd is van dozen. Moet ik hem even omdraaien? Wow, allemaal dozen. Dat is wel even een verschilletje. Dat kan jij ook. Ja, denk je? Om van dit dan dat te maken, dat is toch wel een dingetje. Ja.
Want hoe maak je alles wat erin staat dan? Heel veel maak je gewoon van een dopje, van een melkpak, van ijskaststokjes, schuurpapier. Eigenlijk alles uit je keukenkastje kunnen we gebruiken. Denk je dat ik dat ook kan? Ja, iedereen kan dit. Ja, dus ik kan van deze doos een muizenijs maken. Wat je kan doen is in het midden een trap maken, daar verschillende kamertjes. En dan heb je niet het hele muizenhuis, maar heb je wel een deel. Eerst maak je een indeling. Dus ik denk hier, het is leuk voor een trap te maken. Maak ik hier een winkeltje en een opslag. Wat wil jij daar maken? Boven een slaapkamertje en dan beneden een chillroom. Ja, dat is leuk. Nou, de indeling is klaar. Ja, nou, nu kan je beginnen met het vloertje. Bijvoorbeeld van ijsstokjes. En gebruik je die ijsstokjes veel? Ja, eigenlijk bijna voor alles. Even kijken waar ik allemaal ijsstokjes kan vinden. Dit vloertje is gemaakt van ijsstokjes. Het dakje hier, kijk, het is groen geverfd, dus je ziet het ietsje minder goed. Maar het zijn echt ijsstokjes. Dit dakje ook, overduidelijk ijsstokjes. Maar de mooiste creatie met ijsstokjes is waarschijnlijk de achtbaan. Al deze tussenliggers zijn allemaal ijsstokjes. Dit is ook grappig, kijk. Een oude rits, en dat is dan als het ware de ketting die de karretjes omhoog kan trekken. Geniaal. De avonturen van varkentje Runt. Hey Runt. Hey Leo. Waar ben je nou aan het heen gaan? Joh. Ik ga naar huis. Naar huis? Yep, dat is waar ik woon. Oh. Waar woon jij eigenlijk, Leo? Ik woon 4 hoog achter op een brandnetelplant. Naast een hele grote Hea spin. En er wonen behoorlijk asociale pissebedden en lieve heersbeestjes. Elke nacht staat de politie voor de deur vanwege de overlast. Gelukkig heb ik uitzicht op de hondenuitlaatplek. Anders was het echt afschuwelijk. Wauw. Weet je wat, Leo? Ik maak een huis voor je. En dan kom je naast mij wonen. Echt? Ja, lekker rustig. Dat zou fantastisch zijn, vriend. Kijk, Leo. Je woonkamer met bank, stoelen, tafel. Wauw, Runt. Dit is geweldig. Wat is het toch weer een in- en inzaaien en nachtdienst. Er is zelfs geen burengerucht bij het hondenuitlaatgebied. Jammer genoeg. Zegt u het maar. Overlast? Ik stuur direct mijn allerbeste mannetje. Dat ben ik dus. Nou, het is leuk geweest. Ik duik erin, jongens. Daarbij. Nou ja, wat een tegenvaller. Loos alarm. Hoewel. Je bent er gloeiend bij, mannetje. Huh? Er is maar één plek voor types zoals jij. Het muizenhuis wordt eigenlijk gebouwd als een decor voor de verhalen in de muizenhuisboeken. En sommige kamers van de muizen Sam en Julia komen vaker terug. Maar voor elk boek maakt Carina ook weer nieuwe kamers. En dat doet ze hier, in deze werkplaats. Ik ben boekjes aan het maken van de zijkanten van reclamefoldertjes. What? Dit is voor de hele boekenkast. Ja, voor jouw kamertje. Hoe is het trouwens met jouw kamertje? Nou, we zijn goed op weg. Carina heeft alweer een opslagkamertje af, een winkeltje, tegelvloer gemaakt van vierkantjes gekleurd karton. En dit hier en hier, dat zijn mijn kamers. Prachtig houten vloertje, al zeg ik het zelf. Maar dit bijvoorbeeld, hè? Hoe maak je dat dan? Nou, dat heb ik gemaakt van papier mâché. Het is een heel makkelijk materiaal mee te werken. Het is namelijk heel licht en als het droog is heel erg sterk, dus het wordt echt heel hard. En dat gebruik je dan als een soort van klei? Ja. Precies. En kijk, dan doe ik om zo'n stokje ook weer papier mâché. Dan moet het even drogen. En als het droog is, dan kan je het mooi bruin verven. Om het muizenhuis heel gezellig te maken, is het heel leuk om een lampje op te hangen. Ik maak lampjes van het dopje van de melkfles. Als je daar een heel leuk bandje eromheen doet... Ja, dan is hij eigenlijk al bijna klaar. Ja, voor jou heb ik iets anders bedacht. Ik dacht, misschien vind je het leuk om iets van een yoghurtbekertje te doen. Dat bovenstukje... Daar kan je bijvoorbeeld een bloembakje van maken. Kijk. Hé, ik zie het al. Je kan er dan ook weer een lampenkap van maken. Precies. Zo kan je eigenlijk van één ding heel veel dingetjes maken. Wat denk je dat je daarvan nog kan maken? Error. Ik zal je vertellen. Je kan hier een heel leuk kacheltje van maken. Oh ja, daar zit er wat in. Hoe lang ben je meestal met één kamertje bezig? Een week, een maand, soms een dag. Dat verschilt per kamertje. Maar alles duurt wel heel lang. Dat is wel. Kijk, nu heb je dat kacheltje klaar. Ik heb ook een kacheltje klaar met een deurtje. En dan heb ik onder nog 4 kraaltjes als pootjes. En kijk,
om hem af te maken, een knoopje bovenop. Oké, de knopen. Deze katrollen zijn gemaakt van knopen. De ramen daar in de gevel, ook knopen. De wieltjes hier, kijk, van deze kar, of de kinderwagen, schattig. En de step, ook knoopjes. Een overheerlijke taart. Ik zou hem niet opeten, want hij is namelijk gemaakt van klei. En het schaaltje waar die in ligt, dat is dan een bierdopje. En kijk, de standaard, die is gemaakt van de knoop van een spijkerbroek. Je kacheltje is inmiddels ook klaar, dus die kan in je kamertje. Ja, trouwens, wat mij nou opvalt, hè? Nergens in het hele muishuis is een televisie. Ja, ik vind een televisie en een computer altijd heel onrustig. Dus ik dacht, ik ga een wereld maken waarin een computer en televisie niet voorkomt. Maar stel nou, hè? Ik wil een televisie op mijn kamer met het klokhuis erop. Hoe zou jij dat aanpakken? Ik denk van een luciferdoosje. Twee kraaltjes erop, aan- en uitknop. Ik heb hier wat uitgeprint. Gewoon van internet. En dan kan je het mooi in het beeldschermpje maken. Hey, gelukt. Ja, nou, het nieuwe deel van het muishuis is bijna klaar. Er staat een bureautje in, kleedje, een bed. En die heb je uit een poppenhuis. Ja. Alleen nog even overgeschilderd en dan kan hij er zo in. Een djembe en zelfs een televisie met het klokhuis. Er staan ook nog allemaal kleine dingetjes in. Dus hoe kom je daaraan? Nou, bijvoorbeeld zo'n djembe, dat is eigenlijk van een sleutelhanger. Echt? Maar bijvoorbeeld zo'n potje, dat is een kraaltje met daarop een dekseltje van een druk knoopje. Je ziet een emaille kannetje, die heb ik zelf gemaakt van papier. Die kleine pakjes, dat is geprint van de computer. Rijst en linzen uit het keukenkastje. Maar die potjes, dat zijn gewoon weer kraaltjes. Ja, en zo heeft Carina een heleboel verschillende manieren om eenvoudig kleine voorwerpen te maken. Bijvoorbeeld van een tandenstoker kan Carina dan een kleurpotlood maken. Je verft een stukje, dan laat je een stukje blanco en het puntje krijgt ook een verfstip. Dan knip je het af en dan heb je een kleurpotlood. En deze gebakjes zijn gemaakt van kleurklei, net als deze sandwiches. Het ziet er wel een beetje uit als een priegelwerkje. Als je eerlijk bent, hè, vind je dit nou meer een meisjesding of zijn er ook veel jongens die het leuk vinden? Weet je, er zijn ontzettend veel jongens die muishuizen bouwen. Maar dat komt ook omdat je natuurlijk helemaal zelf kan bedenken wat je wil gaan bouwen. Wil jij een fabriek maken met allemaal onderdelen uit de radio bijvoorbeeld? Dan kan je dat gaan maken. Een muishuis is eigenlijk heel stoer. Nou, ik moet toegeven, stiekem vind ik het ook wel leuk. Nou, we hebben vier prachtige kamers en gangetje volledig ingericht. Ziet er echt beter uit dan ik had durven hopen. We hebben alleen nog geen bewoners. Hoe maak je nou zo'n schattig muisje? Ik heb het gemaakt van rekbare badstof. Schapenwol, daar vul ik het mee. En kijk, uiteindelijk heb je een muisje. En dan heb ik natuurlijk Sam en Julia gemaakt. Nou, ik doe zelf ongeveer 3 dagen over een muis. 3 dagen voor 1 muis? Ja. Voor mij iets te veel werk. Dus kan ik er misschien een paar van jou lenen? Nou, misschien vind jij het leuk om dat wat jij hebt gemaakt toe te voegen aan het muizenhuis. Dus je mag het er bovenop zetten. Ga jij er nog even? Ja, ik hou hem vast. Ja, graag, graag. Hoeveel werk erin is. Ja. Oh. Yes! Woe! Boom! Bye bye, Sam en Julia. Oh, dit is toch echt super cute. Echt zo van die hele kleine mini bedjes, kleine kastjes, mini lampjes. Dit is echt perfect als je het leuk vindt om wat langer bezig te zijn met 1 knutselopdracht. Maar goed, mocht je nou denken, man, dit duurt me echt veel te lang. Ik vind het veel te ingewikkeld. Ook niet erg, morgen zijn we er namelijk weer met een nieuwe masterclass om 4:30. En dan gaan we karikatuur tekenen. Ben erbij, tot morgen!